Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, leningen bij IDB geschieden in overleg met IMF, regering treft belangrijke maatregelen tijdens RRV, TCT bepleit strakkere aanpak voor toerismeontwikkeling in Suriname en vertegenwoordiging Gramang der Orkanes bespreekt uitdagingen achter land met regering. Alle leningen die Suriname met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank sluit, geschieden in goed overleg met het Internationaal Monetair Fonds. Volgens financiën minister Stanley Raghubarsingh gaat de regering niet onbezonnen leningen aan. De bewindsman heeft dinsdag 2 leningsovereenkomsten getekend met IDB-vertegenwoordiger voor Suriname, Adriana Lafelli. De IDB-functionaris zegt dat de steun van de organisatie bedoeld is om macro-economische stabiliteit tot stand te brengen. Er zijn mensen die zich in ons land zorgen maken van, nemen we niet te veel leningen, maken we niet te veel schulden en overladen we het land niet te veel. Laat me zeggen dat alle leningen die we sluiten met de IDB, dat ze in goede gemeenschap lopen met het IMF. Ze zitten allemaal in het framework dat we met het IMF bespreken. Dus als wij leningen sluiten voordat we ze sluiten met de IDB, zijn ze goed doorgepraat met het IMF. Het IMF is van op de hoogte, heeft ze ook met ons samen doorgerekend. En dus de mensen die zich oprecht zorgen maken van unetek tumsi furu paiman, unelaya kondere tumsi nanga paiman, dadelijk unoma paiman baka, dat deze leningen zijn zodanig dat we ze vooraf goed doorgepraat hebben. En de mensen die zich zorgen maken daarom, die maken zich terecht zorgen, maar we willen ze heel erg geruststellen dat wij dit allemaal vooraf goed doorrekenen en niet onbezonnen leningen nemen. En het belangrijke bij de besteding van die leningen is ook dat je ze goed besteedt. En dat je dus niet de leningen die geldmiddelen bost in lonen, salarissen, in luxe en dergelijke. Maar dat we die leningen op een goede manier investeren in allerlei ontwikkelingen. Die zijn ook genoemd tijdens de ondertekeningsceremonie zo net. En ik denk dat het belangrijk is om zeker dus de context van goed doorgepraat in goede coördinatie met het IMF, dat belangrijk is. En dat mensen zich geen zorgen moeten maken over het feit dat we deze leningen nemen en dat we het land te veel opzadelen met schulden. We just signed 2 operations for IDB in the government of Suriname. One is for the supporting the transparency agenda in the country, and the other one is to promoting the improving the statistical system in Suriname. What we're trying to do is to connect data generation so that you have better data to make better decisions and do better public policy, together with a commitment with the government of promote the transparency of public policies, meaning that you're gonna disclose data that before was not available to the public, and always transparency is a good thing for business, for improving the perception of the country, not only for the population but also to investors. Transparency is key for us because it helps enhance the trust of citizens on their public officials, right? And also improves the confidence of investors when they're coming to Suriname. So as you can imagine, in the path of Suriname right now with the potential oil investment coming to Suriname very soon, transparency measures and data generations are key for the sustainability of this path. Otherwise, it could be complicated. IDB has been in Suriname for many years, and we have a country strategy that encompasses 5 years. And together with the government of Suriname, we defined that we first need to ensure that macroeconomic stability is achieved. We are very close to that. That private sector is promoted because it's a motor for employment.
that social services are provided to the most vulnerable. We're also working on that. And also that infrastructure is developed to make the country more competitive. Today is a continuum of that commitment that we have with Suriname. The partnership has been strong. Everything we do in the country is in close alignment with the national development agenda of the country and also our country strategy. And every project that we fund, before the money comes, it goes through a very strict analysis on how we can achieve the most impact possible. Because it's not about lending, it's about achieving the impact that the operations are seeking. Tijdens de recente regeringsvergadering op woensdag 13 december 2023 zijn er verschillende nationale zaken besproken en besluiten genomen. De regering blijft zich inzetten voor duidelijkheid en doeltreffende stappen om verschillende gebieden te verbeteren. Wij voeren u terug naar de vergadering. Tijdens de meeting is er een infosessie gehouden voor de regering betreffende de verplichte verklaring van inkomen en vermogen, zoals artikel 9 lid 1 van de anticorruptiewet dat voorschrijft. Artikel 9 geeft aan welke categorieën van publieke functionarissen verplicht zijn om deze VIV, afgekort, moeten indienen. Dat zal als u dat standaardformulier download van de website van de Anticorruptiecommissie. Dan gaat u met dat standaard, dan vult u dat standaardformulier in. Dat betreft dan de verklaring van inkomen en vermogen. U gaat met dat standaardformulier dat u heeft ingevuld naar waarheid en beste weten, gaat u dan naar de notaris. U geeft het af in een gesloten enveloppe en de notaris gaat dan verzegelen. En van de notaris krijgt u dan een ontvangstbewijs. En met dat ontvangstbewijs gaat u dan naar de Anticorruptiecommissie. Die is gevestigd op de hoek van de Wulfingstraat en de Henk Aronstraat. En daar krijgt u dan van de Anticorruptiecommissie een kopie welke gewaarmerkt is door de Anticorruptiecommissie. Dit standaardformulier moet eerst op de website van de anticorruptie geplaatst worden. En er zou ook een beschikking van de minister van Justitie moeten komen, die ook dan gedownload zal worden. Dit standaardformulier, zoals reeds eerder gezegd, moet dus eerst op de website komen. Zonder, als deze nog niet op de website is, kunt u dat nog niet invullen. Dit standaardformulier zal pas op de website verschijnen als onze website, dus de website van de Anticorruptiecommissie, wordt gelauncht. Om te beginnen moet ik even snel uitleggen wat grondconversie is. Grondconversie is, als u een grond uw perceel hebt gekregen van de overheid, dan is de overheid geen eigenaar meer, volle eigenaar van de grond. De overheid heeft over bloot eigendom. En conversie houdt niks anders in dan dat de overheid bloot eigendom aan u verkoopt. En u hebt al het gronduurrecht, dan hebt u beide rechten en daardoor wordt u volle eigenaar. Er is een staatsbesluit geslagen 31 oktober 2023, nummer 159. En daarin is een conversieunit geïnstalleerd, waarvan ik de voorzitter ben. En de conversieunit moet binnen 4 weken na indiening van een aanvraag een advies uitbrengen aan de regering over de conversie, of die aanvragen goedgekeurd zijn of niet. Vandaag hebben wij het eerste advies aan de regering overhandigd en het betreft 234 goedgekeurde conversieaanvragen. En ze vertegenwoordigen een waarde van 4,2 miljoen SRD. Dat is dus voor deze maand.
En dit gaan we iedere maand doen, zodat u kunt bijhouden hoe de conversie loopt. Ik moet u zeggen, de samenleving heeft me verrast, want de conversie gaat via een website, dus digitaal. Je moet via een website de aanvraag indienen en een heleboel documenten. En dat hebben de mensen prima gedaan. Anders hadden we niet zoveel goedgekeurde aanvragen. Voor de mensen die niet zo digitaal handig zijn, hebben wij een secretariaat aan het Kerkplein nummer 8. Dus voor de mensen die dat niet kunnen, die kunnen komen met hun stukken en dan helpen wij ze om hun aanvraag digitaal in te dienen. De toerismesector in Suriname vervult een belangrijke rol bij het stimuleren van economische groei en het bevorderen van het rijke culturele en natuurlijke erfgoed van het land. In samenwerking met alle belanghebbenden streeft de sector naar het aantrekken van een groeiend aantal toeristen om zo de lokale economie te versterken en mondiale connectiviteit te bevorderen. U hoort toerisme-directeur Rabin Buddha van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme in een gesprek met de Communicatiedienst Suriname. Ja, een mooi moment. We hebben een nieuwe minister, wat al bekend was, Uraiki Tramzaran. Is per heden de nieuwe minister van TCT. Natuurlijk weer aan de andere kant gemengde gevoelens, want je hebt 3,5 jaar gewerkt met de heer Yubitana, dus daar had je ook al een zekere band opgebouwd. Maar in ieder geval, in het belang van het land en de sectoren, toerisme, transport, communicatie, gaan wij verder met de nieuwe minister. Als we kijken naar de arrivals, vooral op de internationale airport Zanderij, daar kan ik zeggen dat we de pre-COVID aantallen zijn gepasseerd. Dus, en ik denk dat nu straks met de decemberdrukte, jaarafsluiting, dat we dan zeker goede zaken gaan doen voor wat het toerisme betreft. Je deelt met klanten, je deelt met mensen. Als je kijkt naar het toeristisch product, dan is dat een aaneenschakeling van producten en diensten. En als één schakel zwak is of uitvalt, dan is de klant niet tevreden. En dat kun je niet uitsluiten. Het is 1 op de 1000 of 1 op de 10.000 die misschien niet tevreden is. En het is feedback voor ons. Werk aan de winkel, al is het om betalen, al is het om een kamer dat niet netjes is, of al is het om een bus dat defect is of zo, defect is geraakt. Maar feit is, het is huiswerk voor ons. We moeten goed omgaan. En wat we ook weten is, je kunt nooit iedereen tevreden stellen. Het gaat om een samengesteld product. En als land moeten wij alert zijn. Het gaat om het imago van het land. En u weet, slecht nieuws gaat 10 maal sneller dan goed nieuws. En we proberen dat een beetje te neutraliseren. Je gaat nooit, wat ik al zei, iedereen tevreden kunnen stellen. Maar aan de andere kant moet men ook niet gaan generaliseren. Op basis van 1 of 2 klanten die niet tevreden zijn van de 600 of 700.000 bezoekers die we op jaarbasis krijgen, moeten we niet gaan generaliseren. Want aan de ene kant werkt het ministerie heel hard samen met de private sector om het product te verbeteren, om het product te marketen, om Suriname te branden op internationale toerismebeurzen. En als je dit soort negatieve berichtgevingen krijgt, dan doet dat veel meer kwaad dan dat je denkt. Dus vanuit deze plaats ook een beroep op de media en de bezoekers om toch wel eerst berichten te verifiëren voordat men het in de ether gooit. Want het gaat om een stukje damage. En damage control is heel moeilijk. Een deel
delegatie van het kabinet van de Gramang der Okaners, onder leiding van hoofdkapitein John Lesina van Dritabetje, bracht een werkbezoek aan president Chandrika Prasad Santokhi. Tijdens de vergadering van de Raad van Ministers op dinsdag 12 december benadrukte de traditionele gezagsdrager namens groot opperhoofd Bono Vilanti diverse kwesties waarmee binnenlandbewoners momenteel worden geconfronteerd. We zijn vandaag getogen bij de president en de vice-president, totaal met een paar van de minister, bijna de voltallige ministerraad. We hebben een aantal problemen dat we vandaag hebben aangekaart. Het gaat voornamelijk over volksgezondheid, landbouw, een sociale steun aan de zwakkeren daar in het binnenland, een bootvervoer. Dus we hebben een aantal punten aangekaart en we vonden het nodig dat we vandaag met de president en de vice-president moeten praten over de onderhavige kwesties. President hebben gehoord en de vice-president en de minister. Ze hebben antwoord gegeven op de materies dat brandende zijn bij ons daar zo in het binnenland. En we zijn best wel tevreden van de boodschappen dat we van de president hebben mogen vernoemen. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.